Alsjeblieft. Ja? Oké. Okay. Ik heb geen idee wanneer ik kan gewoon beginnen. Oké. Okay. Eline ging weer terug door de Javastraat naar de laan van Meerdervoort en vond mevrouw van Raad alleen, in haar hoge stoel, de handen gevouwen in den schoot. En zij scheen het jonge meisje een beeld van zo grote, onuitgesproken treurigheid toe. Er zweefde over de rijke, versleten meubels zulk een waas van vervlogen gezelligheid. Er hing in den corridor, in het vertrek, zulk een atmosfeer van weemoed. Er lag over de plooien der donkergroene ripsen, gordijnen, zulk een nevel van melancholie. Dat zij zich bij haar binnentreden beklemd om het hart voelde. Als het was, het leven de moeite niet waard. Waarom, waarom? Toen deed zij zich geweld aan. Zij verzamelde die gedachten waarin zij des morgens zo opgeruimd was geweest. Zij glimlachte en nam in haar toon dient vage eerbied. Met iets van liefde en medelijden aan. En zij sprak opgewekt over Paul, over de tableau, over het diner van die middag en de opera. En zij beloofde mevrouw van Raad enige boeken te sturen. Lieve, lichte lectuur waarin men de wereld door roze glaasjes bekeek. Het deed haar zo pijn te ratelen, terwijl zij gaarne met de oude vrouw had willen schreien, in een sympathie van weedom. Maar zij hield zich goed en durfde zelfs een ernstiger onderwerp aan te vatten. Zij keurde het steeds met haar lieve, eerbiedige toon af. Dat mevrouwtje zo even, toen zij binnen was gekomen, vochtige ogen had gehad en dit niet wilde erkennen. Zij was niet verdrietig, maar zij zou haar zo gaarne willen troosten, zo ze kon, had mevrouwtje haar niet wel eens meer als confidente beschouwd. Zij doelde op klachten over Betsy, op andere kleine beslommeringen, maar raakte deze verder niet aan. En de oude vrouw schudde, reeds getroost en met een lachje, het hoofd waar zij waarlijk zij had niets. Zij... Mag dat stukje opnieuw? Ga maar door. Oké. En de oude vrouw schudde, reeds getroost en met een lachje het hoofd. Waarlijk, zij had niets. Zij gevoelde zich alleen maar wat verlaten. Ach, het was, geloofde zij, dat ze zich verveelde. Ze stelde in weinig meer belang. Maar dat was haar eigen schuld, nietwaar? Andere oude mensen lazen nog geregeld de courant. Hielden zich op de hoogte. Zij niet. Maar Eline was toch een lieve meid. Waarom geleek Betsy niet een beetje op haar? En ze begon levendiger te verhalen over haar jeugd, over haar lieve man, en daar hing zijn portret. Dat was het. Ja, mooi hoor. Ja, als leuk taalgebruik.